What's up, kijkers van het kanaal van Denaden. Welkom terug bij Far Cry 2. Vandaag spelen we part 7 van deze game. En wat we als allereerste moeten doen, dat is echt heel erg belangrijk, is malaria-pillen halen. Want, zoals jullie weten, hebben we malaria. En we hebben daarvoor pillen nodig. En je hebt zo'n potje bij, dus af en toe als je zo'n aanval krijgt, dan staat er druk op L2. En dan heb je potje en dan weet ik veel wat. Nou, mijn potje is leeg. Dus, dat is heel erg belangrijk. Heb je geen pillen terwijl je een malaria aanval krijgt, is het over met je en is het gewoon gebeurd. Dus, wat we als allereerste moeten doen, is Pala zien te bereiken en zo snel mogelijk. Hehe, lekker hoor, Far Cry 2 spelen. Ik heb nu steeds Darkness 2 gespeeld. Dus dit is eigenlijk weer mijn eerste stukje Far Cry 2 dat ik speel. Ik heb heel veel de Darkness 2 parts opgenomen en ik heb hem ook echt uitgespeeld, de Darkness 2. Dus alles staat al op mijn computer, ik moet het alleen nog uploaden. En we gaan nu dus verder met Far Cry 2. En wat ik als allereerste in deze video wel eventjes wil zeggen is, fucking chill, we hebben zomervakantie, dude. En voor de mensen die het nog niet hebben, jullie hebben het bijna, dus jullie mogen gewoon niet klagen. Iedereen heeft gewoon bijna zomervakantie of zomervakantie. En we werken gewoon naar chille tijden toe, naar zomers. Naar prachtige avonden, als het mooi weer is natuurlijk. Naar lekker laten kunnen slapen, lekker veel kunnen gamen, kunnen zwemmen. Alles wat je wilt, dat kan je gewoon nu gaan doen. Want we hebben zomervakantie. En waarom ik er nog meer zin in heb, is het feit dat ik ben aangenomen op mijn opleiding. Yeah! Nee, even serieus, het is echt fucking vet. Zoals jullie weten heb ik in part 6 besproken dat het heel erg spannend voor mij werd. Op de dag dat ik hem uploadde zou ik een intakegesprek hebben en ik ben aangenomen. Ze waren ongelooflijk enthousiast. En ik ben echt ongelooflijk blij dat ik natuurlijk gewoon een chillig vakantie tegemoet ga met de gedachte dat ik over ben. Met de gedachte dat ik een nieuwe opleiding ga volgen die ik wel leuk vind. Met de gedachte dat ik gewoon ben aangenomen, jongens. Fucking aangenomen op grafisch. Echt super nice. Nou goed, we zijn nou gewoon bij het kerkje in Pala. En ja hoor, daar stond onze Matty. Die voor pillen moet zorgen. Yo, what up, bro? Dat klopt. I have nothing today, sir. See my associate. Oh ja, tuurlijk. Moet ik nog weg ook? He is a good man. He'll give you what medicine you need, but you must earn his gratitude. Take these travel papers to him. You'll earn both my gratitude and his. Tuurlijk joh. Ik denk ik krijg gewoon pillen van hem. Nee hoor, hij stuurt me weer weg. It's dangerous in that area, oh shit. Dat klinkt gevaarlijk, jongens. Dat klinkt heel gevaarlijk. Oké, okay, we gaan dus weer terug naar onze jeep. En dan gewoon richting de gele markering. Want we gaan geen hoofdmissie doen. Of ja, dit hoort eigenlijk ook gewoon bij de verhaallijn. We doen dus nu niet een missie voor een factie, voor de UFLL of de APR. Nee, we gaan gewoon zorgen voor malaria-pillen. Want als ik op select druk, kan ik alleen maar missies doen voor de UFLL. En ik wil eigenlijk alleen maar deze playthrough expres bij de APR blijven. Dus, er is geen uitroepteken beschikbaar, er is geen missie beschikbaar. Dus het enige wat we nu moeten doen, is richting die soort van connectie van die priester of zo, die blijkbaar medicijnen voor me heeft. Ik moet hem dan travel papers geven en dan geeft hij me daar medicijnen voor terug. Of zo. Nou goed. Wat ik wel heb gezien is dat het denk ik het makkelijkste is om erheen te varen. Want de wegen die lopen niet echt rechterop af. En waarschijnlijk komen we dan weer outposts tegen. En dan moet je weer gevechten en zo hebben. En met de boot kun je er meestal toch wel keihard langs varen. Dus we pakken de boot. De rivier gaat er bijna, als het goed is, in een rechte lijn op af. Dus dat is eigenlijk allemaal heel chill. Ik heb jullie nu geüpdate. Ik heb al verteld dat ik ben aangenomen. Nieuwe part van Far Cry 3. Of van Far Cry 2. Sorry, het is zo automatisch gewoon. Far Cry 3. Nieuwe part van Far Cry 2. Part 7. Enjoy deze gameplay. Enjoy deze part. En ik ga even mijn mond houden terwijl we keihard varen door de rivieren van Afrika. Wat ik trouwens van plan ben deze part, jongens, is als we de malaria-pillen hebben opgehaald, dan ben ik niet van plan een hoofdmissie te gaan doen. Als we de tijd voor hebben wel, maar wat ik als allereerste wil gaan doen, is een secret weapon gaan zoeken. Die zijn op 8 plekken door heel Far Cry 2 verdeeld. Je hebt 4 van die special collectibles in Boaseco en
dat is dus het noordelijke district. Je hebt ook het zuidelijke district en dat heet, geloof ik, dat weet ik niet uit mijn hoofd, iets met Seiko. We gaan dus nu niet boos op me worden als ik het fout zeg, hè? Want ik weet het niet zeker. Je hebt Boa Seiko en je hebt nog iets. En dat is dus noord en zuid. We zijn nu, als het goed is, in noord. En je hebt dus 4 van die special collectibles in noord en 4 van die special collectibles in zuid. En ik heb het dus over Golden Guns. Dus ik wil heel erg graag een gouden AK-47 oppakken. Dus die gaan we zoeken nadat we de malaria-pillen hebben opgehaald. Maar die zijn dus hier. En wat hij ook al zei, het is een dangerous area, dat klopt. Want er zijn hier allemaal enemies aan het guarden. En mijn machine gun draait niet verder dan dit. Dus we moeten het te voet verder gaan afhandelen. Bam! Headshot, bitch. Lekker met een sawed-off shotgun op 1 meter afstand. Hey jij, kom hier in ghetto! Fuck off man, met je Afrikaanse kut accent. Hoi hoi hoi, met je mooie cowboy hoed. Oh shit, malaria aanval. En ik heb geen pillen, fuck. Wat moet ik doen? Kan ik naar binnen al? Alsjeblieft, laat me naar binnen. Fuck, het kan niet. Oh shit, de aanval trekt weg. En we kunnen misschien nog verder gaan. Dat ging echt net goed. Oké, we herladen deze gun. En wat de fuck zijn hun allemaal aan het doen? Nice, you've just unlocked an underground location. En nu snel naar binnen om die pillen op te halen. I saw what you did up there, thank you. And you brought travel papers. You can deliver them yourself. Oh, we moeten hier, hè? You have papers? You'll be better now, we will be better. We help each other, yes? Tuurlijk helpen we elkaar. Thanks voor de pillen, man. Dat klinkt heel fout. Thanks voor de pillen. Alsof we keihard verslaafd zijn aan ecstasy of zo. Maar we hebben gewoon malaria-pillen nodig, natuurlijk. Yo, thanks bro. We gaan eventjes slapen hier. Als je dat goed vindt, ik jat je bed. En dan gaan we op zoek naar de Golden AK-47. En als ik het nou zo prachtig uitspreek, dan moet ik eigenlijk ook zeggen AK-47. Want ik praat de Engels. Dus de Golden AK-47. Gaan we zoeken. Ik heb een, niet dat jullie denken van, oh, weet dat uit zijn hoofd. Nee, ik ben geen lopende Wikipedia, ik heb gewoon een kaartje nu voor mijn neus. Google opgezocht, alle 4 de gouden AK-47's op een mapje in het noordelijke district. Dus we gaan nu eigenlijk gewoon de kaart volgen. Ja, later bro, mooi shirt, hij was rood. Rood is mijn lievelingskleur. Grapje, dat is het niet. Maar wel van hard. Wow, fuck. Ben jij nu weer aan het doen? Ah, ga weg. Ben je geëerd? Dat wist ik nog niet. Oké, nice. We hebben de pillen terug. Of tenminste, we hebben weer een nieuwe lading pillen. Ik wil nog eventjes kijken. Nee, ik snap dat je nog geen special order hebt. Maar ik wilde eigenlijk kijken of hier zo'n opslagding was. Of een medic kit. Want ik heb eigenlijk niet zo heel veel stimpacks meer. Dus ik heb een medic kit nodig. Nou goed, wat we dus nu gaan doen, we pakken deze Emma nog eventjes op, dan pakken we een auto en dan gaan we kijken waar we precies heen moeten rijden. Zoals jullie zien, is er onder Petro Sahel, dat is dat vierkantje erboven, er zijn 3 bergen. Daaronder is het, of daar is het niet, maar daaronder is het. Het is ongeveer bij die safe house daaronder, dus jullie zullen het wel zien als ik erheen rijd. Het is moeilijk uit te leggen, want ik kan niet met mijn vinger wijzen op een plek en je hebt ook geen cursortje. Cursortje, dat klonk heel leuk. Dus ik kan helemaal niks aanwijzen, dus jullie zien het wel. Maar ik weet het nu uit mijn hoofd, omdat ik het op Google heb opgezocht. Dus, op zoek naar de AK-47, de Golden Version. Jojo. Kijk, een open plek door het hek. Oké, ik ben heel netjes, ik wil niet botsen. Nice, Tenna. Doe je goed, man. Een mooie blauwe auto. Het enige kut is dat we wel recht op een outpost afrijden. Dus ja, we gaan weer eventjes fitty blazen met de boys hier. Eerst rijden we hem aan. Bam! En als het goed is, achtervolgen ze. Kijk, we moeten hier omhoog. Voor die Golden AK. Hopelijk werkt dit, want we staan schuin. Dus dat wordt echt een faal waarschijnlijk. Oh, daar is hij. What the fuck? Ik dacht al, ik ben hem kwijt, maar hij is gewoon hier.
Sterf man, what the fuck? Oké, het zal wel, hè. Oké, die is ook dood, maar waar de fuck... Oh, kijk, hij loopt hier nu gewoon rondjes, die Mogol. Oh shit, we zijn bijna dood. We werden gehit door die sniper. Oké, we zijn weer levend. Het zag er heel pijnlijk uit, maar goed. Typisch Far Cry. We gaan eventjes korte metten maken met de sniper. Nice. Blam! Zo, die is ook dood. En nou was het goed, is toch wel allemaal gekild. Oké, want dit is namelijk die outpost waar we al eens zijn geweest. En zoals jullie zien, nemen de enemies de outpost dus terug. En het is niet dat ze ze altijd non-stop overnemen, maar ze rijden dus gewoon rondjes en dan vestigen ze zichzelf gewoon weer bij zo'n outpost. Dat was moeilijk. Dan vestigen ze zichzelf. Probeer het maar eens heel snel uit te spreken. Vestigen ze zichzelf. Oké, fuck die enemy weer achterloopt hoor. We pakken deze auto, die super awesome is. Dus, trouwens, een auto die hoort bij de downloadable content, hè. Niet dat jullie denken van, huh, deze heb ik niet. Doe nog een poging om die enemy te vinden, maar... Fuck hem, hoor. Zoals jullie horen is dit een nog sterkere machine gun. Hij klinkt dus als een demper. Maar het heeft dus gewoon een nog zwaardere damage. Dus het is echt een super gun die hierop zit. Het is een soort van off-road truck die heel erg goed overweg kan met het landschap. En die heeft dus een super sterke gun op zijn dak zitten. Dus nog sterker als al die jeeps. Het is gewoon meer kaliber waarschijnlijk. Wat ik tevergeefs probeer te doen, is deze auto in de fik te zetten. Zodat alles even afvikt, we af zijn van die auto's en dat wij er dan gewoon langs rijden. Want ik moet daar boven op de berg zijn. We zijn namelijk al bijna op de locatie van de Golden AK. Maar op locatie moet ik de Golden AK ook nog zoeken. Want ik denk niet dat die gewoon in het open en bloot ligt. Het is namelijk een special collectible, dus... Oh, fuck. Nee, fuck! Ik zet dus net alles in de fik en nou rol ik er doorheen. Godverdomme. Oh! Kijk als het nou gaat. Oh! Enemies, waar de fuck zijn jullie? Ik hoor jullie wel, maar ik zie je niet. Je snel deze weer opzij op zijn kant zetten. Godsamme. Normaal neerzetten. Hij lag op zijn kant. Vanaf waar worden we gehit? Fuck, het komt daar ergens vandaan, maar ik zie het niet goed. Fuck jou. Hé, daar is die gast dus. Hopelijk is hij dood. En nou, jij nog? Waren dat ze dan eindelijk? Godzomme, dat waren er veel. Oh nice, ja, dat is gewoon niet kapot. Hij is fucking sterk. Kijk, ik moet op die berg wezen, dus ik hoop dat dit... Word ik nou weer gehit? Fuck jullie, man. Oké, die zijn allemaal dood. Ze zijn gewoon ook met z'n vieren hier, hè. Het is echt niet normaal hoeveel te zijn. En die andere is helemaal hier. Hehe. Eindelijk. Oké, dit gaat hem niet worden, denk ik. Nee, zie je? Dit gaat hem niet worden. Daar is die truck veel te zwaar en... te groot voor om gewoon een heuvel als dit op te gaan. Oké, dit lukt nog net wel. En ik zie het lampje knippen. Dus ergens in de buurt zal hier een diamant zijn die we eigenlijk best wel gaan oppakken. Oh, kijk. Hier is hier één huisje. Dus het kan niet anders dan dat hij hier is. Maar waar? We hebben wel in ieder geval veel ammo hier.
En ik heb ook het idee dat daarom er zoveel enemies op me afkwamen net toen ik met die auto stond te kutten. Want volgens mij was dit gewoon een mini-outpost. Volgens mij stonden hier ook gewoon enemies. En daarom kwamen ze met z'n allen tegelijk van alle kanten. Want in de buurt, rondom alles, zijn best wel veel kampen. Dus dan komen ze van alle kanten komen ze tegelijk. Want ze komen eigenlijk gewoon ingeprogrammeerd op geluid af. Het is heel simpel. Als jij random in de lucht gaat staan schieten, komen er allemaal enemies op je af. Omdat ze gewoon het geluid horen. Oké, 12 van de 221. Dat is best wel nice. Is het onze jeep? Of onze off-road truck? En wat ik dus heb gezien op Google, is dat hij hier langs de rotskant is. Maar waar? Aan de rechterkant is hij. Hey, een zebra. Nice. What the fuck? Weer enemies? Die zebra rent ook voor zijn leven. Waar de fuck zit al die... Ik ga gewoon op hem schieten hoor. Het shotgun wordt dat hem echt nooit. Maar goed, hij merkt wel dat er op hem geschoten wordt, dus dan komt hij op mij af. Nou, daar is het, hè. Wat de fuck zijn deze enemies hier te doen? Huh? Ook een Delta-vlieger staat er ook. Dat is best wel nice. Doet me meteen denken aan Far Cry 3. En nog een enemy. Wat doen ze hier allemaal, man? Ja, dit is waarschijnlijk een safe house. Kijk, zie je? Dit is een safe house. Daarom zijn er ook weer zoveel. En daar beneden was een soort van mini-outpost, vandaar dat deze enemies ook weer op me afkomen. Sword of Shotgun doet me echt denken aan Call of War. Ik weet niet of jullie die game kennen, maar dat is echt fucking vet. Op dit moment is het nieuwe deel uit. Gunslinger heet die game. Dus allereerst de Call of War die ik speelde was Call of War Bound in Blood. Toen kwam Call of War The Cartel. Dat was echt een falende kut game. Die gewoon tussendoor werd gelanceerd en eigenlijk heel erg low budget was. En totaal niet bekend geworden, totaal geen succes ook. En nu hebben ze Gunslinger uitgebracht en dat was toch echt wel een fucking vette game. Oké, we pakken eventjes hun ammo op door gewoon over ze heen te lopen. En ik moet tussendoor echt wel eventjes zeggen dat de natuur hier echt heel mooi is. Oké, laten we eventjes save hier. Wat ik ga doen, ik zet deze wapens eventjes terug in die crates. Want we gaan dus op zoek naar die Golden AK. En als we hem hebben, dan wordt het ingeruild voor een andere gun. En ik wil niet een gun kwijt zijn. Dus... de enige gun die we nog vast hebben, want ik heb die ene krat nog niet kunnen kopen. Daar had ik toen niet genoeg diamanten voor. Die heb ik in mijn hand. Dat is die silence gun. Want als allereerste checken voordat we naar die Golden AK gaan is... dit huisje, wat hier gewoon opeens staat. En mijn lampje knippert ook. Dus het betekent dat hier ook nog eens een diamant is. Op de tafel hier ligt niks. Hier hebben we de diamant in ieder geval. En hier. Het moet hier ergens zijn. Tegen de bergrand aan. Dus wat ik ga doen, ik blaas dit huisje eventjes op. Want staat hier niet voor niets. Het is echt leuk om dit gewoon op te blazen. Bam! Als het goed is gaat het nu ook nog eens affikken. Hoeft niet. Kan wel. Als er vonken zijn overgeslagen gaat alles in de fik, want het is hier zo droog als het maar kan. Nou, oké, daar zit dus onze auto, onze off-road truck. En daar in de buurt moet ook ergens die Golden AK zijn. En zoals jullie op het plaatje kunnen zien, als ik op select druk, staat er een klein zwart vierkantje op mijn map. En ik gok dat die daarin is, dat dat een klein huisje is en dat die collectible daarin zit.
Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Dus wat we gaan proberen is eerst op deze berg te klimmen. Terwijl die echt heel erg steil is. Dus ik denk niet dat dit een hoogtepunt gaat worden. Want dan krijg je met van die onzichtbare muren te maken die Far Cry 3 ook had. Gewoon als iets te steil was, dan kan je er niet oprennen. En dat is ook logisch. Ik denk namelijk dat dit pittig onlogisch gaat worden om hier op te kunnen en op te gaan. Wat ik nu ook nog eens hoor, volgens mij worden we gewoon gesniperd door iets. Hoor maar, we worden gewoon beschoten door iets of iemand. Maar het is hier zo'n groot gebied dat ik gewoon echt niet weet waar dat vandaan komt. Oh kijk, we hebben hier alweer te maken met onzichtbare muren. En dat is toch eigenlijk wel een teken dat ik hier niet heen moet. Kijk maar, dit loopt allemaal te schuin. Dan kan je nooit van je leven oplopen. Nou, wat ik even ga doen, ik zet de opname uit, want anders duurt het te lang. Ik ga eventjes de locatie zoeken en dan ben ik straks weer bij jullie terug. Yo, what's up dudes, ben ik weer. Ik heb inmiddels gevonden waar de Golden Gun is. Dus we zijn een rondje gerend en wat zie ik nou? Ik zie dat de enemies gewoon weer zijn teruggespawnd hier. Of nou ja, spawnen. Ik weet niet of we over spawnen kunnen praten, maar wie weet zijn ze hier wel gewoon heen gelopen nadat ze geluid hebben gehoord. Waar we in ieder geval zijn is op hetzelfde punt waar ik dus net al die ammo had opgepakt in het, zeg maar, het eerste huisje toen ik hier aankwam. Toen stond hier mijn off-road truck, die stond hier gewoon te chillen en zo. We hebben dus een heel rondje om de berg heen gerend, terwijl ik niet aan het opnemen was. En ik ben er nu achter gekomen dat hij in dit hoekje moet zijn. Dus hij ligt of hieronder. Oh, stenen. Daar ligt hij niet. Nog even een stukje verder rennen, want zoals jullie zien is de berg best wel langwerpig. En kijk eens wat we hier zien. Gevonden. En het verkeerde knopje. Godverdomme. Oké, we hakken dit er eventjes af. Zo, en kijk hem eens liggen. De Golden AK-47. En wat ik zie is best wel kut. Die silent shotgun is een primary gun, dus de enige silent gun die ik bij me had, moet ik nu wegdoen. Maar goed. Boeien, die kunnen we altijd nog oppakken in weapon stores. Het is niet als ik dit niet pak dat ik dan niet nooit meer verder kan ofzo. Het is gewoon heel simpel. Dan gaan we gewoon weer naar een weapon store en pakken we de silenced gun op. Maar zoals jullie zien, een Golden AK-47. Wat deze dus doet, niks bijzonders. Hij is goud, dat ten eerste. Ziet er cool uit. En vooral in deze setting van de wereld, Afrika, met al deze natuur en zo, ziet die Golden Gun er best wel vet uit. Maar voor de rest is hij alleen iets beter qua accuratie en hij is iets effectiever voor deze landschappen, want hij
houdt het langer vol. Deze gun kun je dus heel vaak gebruiken zonder dat hij gaat jammen. Hij verroest bijna niet, want het is een best wel sterke gun. En dat zijn eigenlijk de enige voordelen van de Golden AK-47. Maar ik vond het gewoon cool om er eentje te hebben, aangezien ik dicht in de buurt was en ik mijn Google mapje bij de hand had. We doen dus nu eventjes een save. Eventjes slapen. Save and continue. Zitten nog steeds op 16% game competition van Hakim. Dat we eigenlijk helemaal geen hoofdquest hebben gedaan. We hebben alleen malaria pillen opgehaald. Toen hebben we eventjes ruzie gemaakt met wat gasten bij een outpost. Vervolgens de Golden AK opgepakt. En wat we nu gaan doen is met de Delta vliegen. Vliegen richting de Weapon Store. Waar we vervolgens een nieuwe missie kunnen gaan doen. Want de Weapon Store gasten, dus die gasten die werken in de Weapon Store, geven je ook missies. En als je die missies voltooit, dan speel je wapens vrij. Dus als je missies voor hun doet, dan krijg je nieuwe guns. En dat is natuurlijk super vet. Dus als je nou genoeg genoeg diamanten hebt gekregen, dan kan je ook meteen weer die diamanten uitgeven daar. En dan heb je allemaal nieuwe guns. Van flamethrowers tot aan rocket launchers, tot aan nieuwe handguns, tot aan shotguns, snipers, ga zo maar door. Dus dat is super vet en dat is wat ik nu van plan ben. En waarschijnlijk gaan we die missie dan dus doen in de volgende part. Maar wat we nu nog eerst gaan doen is erop afvliegen. En kijk eens wat ik daar links zie. Oh fuck, ik word gehit. Oh shit, de vlieger was hem keihard aan het glitchen. Want we deden meteen salto's. Waarschijnlijk werd er een gat ingeschoten ofzo. Een gat in de vlieger zorgt voor valse lucht. En dan gaan we opeens salto's maken, tuurlijk. Kijk, hier is die sniper bitch van net. En nog een keer. Bam, zo, die gast is dood. Maar zoals jullie zien worden we achtervolgd door die bitches in de bosjes. Dus we pakken hun, deze sniper op. Gooi er een molotov heen zodat ze misschien in de fik gaan en dan... Oh fuck, deze gun is verroest. Godver, weer aan het jammen. Precies op het kutmoment. Oké, die is dood. Nou deze. Nice. Zo'n vette gun dit. Kijk hoe basic die is. Gewoon een stukje hout met een scope erop. En we hebben hier een jackal tape. Nice. Dit is dus die weapon dealer. De jackal waar de hele game om draait. Die heeft ook... Oh shit, een auto. Alles gaat ook gewoon door terwijl we luisteren naar die tape. Kijk, alles is afvikken daar. Het ziet er zo cool uit, deze hele vallei. Nou goed, wat ik aan het uitleggen was, is dat die jackal tapes, dat kan je ook gewoon vinden met je diamond tracker. Dus dat lampje, dat groene lampje, wat nu trouwens weer begint te knipperen. Dus fuck it, we gaan er gewoon uit en we gaan al deze dudes ownen hier. Oké, we gooien hier een molotov heen. Waarschijnlijk gaat dan alles in de fik. En ook al die brandstof die er is. En fuck, we zijn bijna dood. Oh shit, what the fuck glitcht er in mijn arm? Wat is dat? Iets glitcht er in mijn arm, zag je dat? Ik dacht eigenlijk aan een bumper van een auto, maar dat zou wel heel raar zijn als dat glitcht in mijn arm. Oké, die gas is dood om een granaat. Laten we ze nu gewoon verder afmaken met deze AK-47. Oké, die is dood. Nice, die is ook dood. Lekkere headshot. Pak hier wat ammo op en dan is, als het goed is, kijk, hier is de diamant. Diamant 15 van de 221. Nice. We horen een sniper. Die moeten we sowieso ook eventjes aanvallen. Oh, kijk hem zitten dan met zijn dikke hoofd. Volgens mij raak ik hem de hele tijd, maar hebben we hier te maken met een onzichtbare muur. Kijk maar, hij gaat nog steeds niet dood. We hebben hier te maken met een onzichtbare muur. Lekker handig. Granata! Oh shit, alles gaat in de fik ook. Fuck, omdat ik werd gehit schoot ik net over zijn hoofd heen, maar nu niet meer. Bam! Zo, die gas is dood. Heerlijke kills.
Nou, we hebben inmiddels eigenlijk iedereen hier uitgeschakeld. Dit brandt nog lekker af, maar wij gaan hier gewoon weg. We pakken deze jeep en dan gaan we onderweg naar de weapon store. En daar ga ik de part eindigen. Dus dat is dan alweer het einde van part 7. Ik hoop dat jullie dit een vet part vonden. Het is hier bloedheet terwijl ik deze video maak. Want ik zit op zolder en jullie weten wat voor mooi weer het is. En het is, mijn kamer verandert dan automatisch in een sauna gewoon. Dus het is lekker game hier op mijn kamer. Dus het zijn lange parts. Het kost me veel moeite om het vanaf huis te uploaden. Dus hou daar rekening mee. Er zullen gewoon heel veel parts van mij gewoon online komen. Hoor, want ik ga mijn hele zomervakantie echt veel series afronden. En lekker met mijn YouTube kanaal bezig zijn. Maar vergeet ook niet dat het alles dus nu vanaf huis geüpload moet worden. En parts van 40 minuten mijn uren duren. Dus hou er rekening mee. Maar ik denk ook wel dat jullie dat weten. Okay, we zijn aangekomen bij de weapon store. Hier nog eventjes kijken. Wat ammo oppakken we. Hoe heet het? Vervangen deze guns voor elkaar. Zodat je eigenlijk een wat nieuwere versie van dezelfde gun hebt. Zonder roest, zonder alles. Zonder zand ertussen. We pakken de ammo op hier. Zo. And that's it. Dat was hem. Hier, de weapon crates. Die moet ik nog echt eventjes kopen. Dat ga ik ook gewoon nu meteen doen. Fuck it. Kijk, je kan er dit gewoon de random in doen. En dan blijft het dus ook in deze weapon store liggen. En dan kan je nu een andere gun meenemen. Daar zijn die crates voor. Ze zijn best wel handig. Ik ga dus nu eventjes de crate kopen voor de primary weapon. Oké, pakken dus de stimpacks. Zo. Dan praten we met deze dude. Wat ik dus net vertelde. De wapenmissie van de wapenhandelaar hier. Take out that shipment and I'll have a little something special for you next time you're buying. I love a businessman with vision. Zie je, die hebben we nu geaccepteerd en kopen we hier nu eventjes die primary weapon box waar ik het net over had. Zo, 16 diamanten, pittig duur, maar goed, het is wel heel erg handig, dus fuck it. Oké, check out en we hebben het gehaald. Maak er een save van. En dat was hem jongens. Dit was part 7. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Zo ja, like de video dan eventjes. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. En gewoon allemaal andere video's te checken. Andere series op te pakken. Aangezien jullie nu tijd hebben met zomervakantie. Geniet van je vakantie. Geniet van het weer. En zodra het weer switcht naar kut weer. Enjoy dan mijn video's. En check gewoon mijn kanaal. Blijf op de hoogte voor alle nieuwste video's. En alle nieuwste series. En alle nieuwste updates. Bedankt voor het kijken, dus nogmaals bedankt. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Check mijn Facebookpagina en ik spreek jullie dudes. Later.